Dit is Raf, een simpele jongen uit de stad. Met één droom, een grote droom. Als kleine jongen al wilde hij mensen samenbrengen en geloofde hij in verbondenheid. Samen zijn is mooier dan alleen. Dat vindt hij. Waar ik in geloof. Ik geloof in beweging. Want als we stilstaan, gaan we roesten. Jij ziet bleek, lieverd. Oh nee, het gaat prima hoor. Ja? Ben je het zeker? Ja, niet projecteren man. Hoe bedoel je projecteren? Ik had toch wel aan mijn zoon vragen hoe het met hem gaat. Ja? Borg, ik zie gewoon... Mam, het is prima. Het is oké. Ja. Ik bedoel, het is... Komt het door Irene? Ze moet wel rekening met je houden, hè? Nee, het komt niet door Irene. Nee. Irene is... Het gaat prima met Irene. Wat is er? Irene is fantastisch. Niks. Nee, niks. Riet je mij? Mam. Oh, hey, Maria, hallo. Alles goed? Zullen we even met z'n drieën kletsen? Zal ik even bij komen zitten? Borg, ik mag toch ook wel eens alleen met jou praten? Mam, niet zo beginnen, mam. Het is voor niemand makkelijk, hè? Niet vergeten, Maria. We hebben elkaar allemaal nodig. Wij zijn er ook voor jou. Goed. Ik was aan het koken. Dan ga ik weer lekker mee door. Leuk je weer even te zien, Maria. Hey, ik las vandaag over die 5G-torens. Mm-hmm. Heb je die docu daar ook over gezien? Vergeet niet dat in Wuhan die torens werden gebouwd en binnen een week hadden ze die epidemie. Mam, volgens mij was dat met dieren. Mm-hmm. Vleermuizen en zo, hè? Mm. Mm-hmm. Staat er ook hier een in de buurt? Dat soort straling, daar moet je helemaal niet aan beginnen. Ze houden ons dom. Ik stuur jou die docu wel even door, dan kun je hem zelf even bekijken. Is belangrijk, hoor. Mam, misschien moeten we even constructief blijven denken. Nou ja, ik zeg het zoals het is. Ja. Even, Irene, nodigt die wel eens vrienden uit bij jullie thuis? Zal wel, hè? Nee, mam, nee. Ze denkt niet na. Ze speelt met je leven, dat weet jij best. Oké, mam, ik denk... Als je zo bent, dan kan ik niet met je praten. Dan is het misschien beter dat we even afstand nemen. Afstand? Ja. Nog meer afstand dan dit? Mam, dit helpt niet. Dus dan verlaat jij je moeder ook maar. Is dat wat je zegt? Je bent misschien niet zoals ik, maar je lijkt nu wel akelig veel op je vader. Zeg maar, mam, hoor je nou wat je zegt? Wacht even, luister even naar jezelf. Hoor jij wat je zegt? Je hebt geen ruggengraat, Borg. Dat heb jij nooit gehad. Je moet niet over je heen laten lopen. Ja, oké, mam. Ik ga nu. Nee. Dit is niet goed voor me. Ik moet grenzen stellen, mam. Nee. Dit is niet goed voor mij en dit is Borg, ook niet goed voor jou. Nee. Borg! Hoi, lieve... Ik? Hoi, ik. Dit is een reminder. Dit is weer zo'n moment. Het is allemaal weer even donker en troebel, bla bla bla. Oké. Luister goed. Naar mij. Naar jezelf. Trek die badjas uit. Gooi die wijn even weg. En je gaat nou even niet roken, man. Je weet dat dat niks oplost. Kom op, jongen. Kom op! Oké. Stap 1. Je pakt het kookboek van die oude taart er even bij. Ja? Ik wacht al even. Heb je hem? Je slaat het open op een willekeurige pagina. Je legt je vinger op een van de recepten. Bij mij wordt het een worteltje staart. Maar wel met wat aanpassingen zie ik. Zo, die vrouw is echt niet goed. Er staat hier 240 gram boter. Dat is bijna een heel pak. Oké. En omdat alles digitaal is, begeleid ik alles vanuit hier. Mijn director's room. Ja, blijf. En los. Doorgaan, niet afhaken nu! Doorgaan! Wat zeg je dan? Ja, dat is kunst. Allee! Oh, move with your body. Je kan het alleen maar door jezelf te verbinden. Wauw, ja. Nee. Het is niet makkelijk om kunst te maken
Zeker niet in deze tijd. Het leven is nu zo'n rollercoaster. Op het ene moment denk je het komt wel goed, en op het andere moment voel je je weer ongelooflijk alleen. Dat is wat ik bloot wil leggen. De inzicht hierin kan troost bieden. Kunst kan daarin ook zo verbinden. En dat is heel belangrijk. Juist nu. Je bent niet alleen. Wees niet bang. We hebben meer gemeen dan jij denkt. Laten we samen zijn. Earth Without Art is just wordt een bijzonder community art project. Ik heb het crème de la crème om me heen verzameld en de eerste repetities zijn veelbelovend. Samen met deze grote talenten ga ik iets onvergetelijks neerzetten. Dat beloof ik. Maar om dat te bereiken hebben we jouw hulp eerst nodig. Steun ons daarom, al is het maar 1 euro. Bedankt. Oké, wat vonden jullie van mijn, crowdfunding video? Dat is mooi. Ja, nou ja, ik snap de insteek. Er zijn natuurlijk wel nog mogelijkheden om het iets meer body te geven. Hè? Ik kan hem ook even aan Dylan laten zien, dan schrijf even een opzetje. Ja, hij staat al online. Dit is de definitieve versie. Wat een armoede. Online, joh. Nou ja, misschien gaat het zo ook wel werken. Wat bedoel je met meer Raf, body? Wat is dit in vredes Johannesnaam voor een ontzettend alternatieve bedoeling? Jij hebt toch gymnasium gedaan, kerel? Er is helemaal niks meer van terug te zien, hoor. Gewoon iets meer de sfeer van we got this, weet je wel? Het is inderdaad een klein beetje, ja, alternatief. Ja, alternatief, je zegt nog net geen namaste op het einde. Ja, Ik vond het wel oprecht. Dus... Oh, vond je het wel oprecht? Schat, luister eens. Met die hele linkse oprechtheid van jou, daar valt helemaal geen stuiver mee te verdienen. Dat ja, begrijp het is natuurlijk voor iedereen een lastige tijd. Dus wij zijn gewoon blij als mensen bij wijze van spreken 5 euro. €5? Really? €5? Dat zet de godverdomme helemaal geen zoden aan de dijk. Raf, kom op, man. Je moet zo'n campagne toch niet zo ontzettend armzalig aanvliegen? Dream nou eens een keer big, jongen. Hoog inzetten. Nou, ik vind zeker dat je project oprecht overkomt. En dat is uiteindelijk toch gewoon... Ik heb in alle eerlijkheid het idee dat ik naar een reclame van de voedselbank zit te kijken. Maar ik heb het gewoon gezegd. Jelle, doe niet zo. Ik heb hier geen zin in. Als we zo nu gaan praten weer. Het is wel altijd weer... Even kappen met die one-liner feedback. Meedenken of opdonderen, oké? Ik ben gewoon honest, guys. Kom op. Eerste reactie. Armzalig. Nou, Raf, ik wil wel met je meedenken, hoor. Ik denk ook hartstikke mee. Nee, jij denkt helemaal niet mee. Je bent gewoon eikel. Je bent alles kapot aan het praten, man. Shush. Ho. Ja, ik ben een eikel. Ja, I know. What else is new? Maar ik ben wel een eikel die iets weet van geld. En nog veel belangrijker, dames en heren. Ik weet iets van mensen met geld. En dit, vrienden, is zo hopeloos armzalig. Hier gaat helemaal niemand op inzetten. Inzetten? Dit zijn er geen aandelen. Dit is kunst, hè? Oh, dit is kunst. Nou, er is op zich al €66 overgemaakt. En hij staat nu 2 uur online, dus... Stap 2. Ga experimenteren. Doe iets. Doe het gewoon. Doe het. Gooi maar alles bij elkaar. Volg dan maar de raad op van oma, in dit geval. En dan bak je die taart en die breng ik dan naar oma. En dan gaan wij eens even een stevige discussie voeren over iets doen. En over dat zij wel makkelijk praten heeft, want zij is oud. En over dat ze mij ook wel eens even serieus kan nemen, hè. Dan... eten we die taart en dan zeg ik tegen haar dat het op haar recept is. Dan zegt ze dat ik lieg. En dan lachen we daarom. En zelfs als oma er straks niet meer is, dan bak je die taart maar voor iemand anders. Je gaat niet indutten, Martijn. Dat wil je niet. Oké. Okay. Ja, en dan heb ik nog 1 boodschap. Als afsluiting. Van mij aan mij. En ik hoor oma nu alweer zeggen... Godverdomme, ben je nog steeds met jezelf bezig? Ja, oma. Je moet ergens beginnen. Luister. Martijn. Grijp het leven bij de lurven. Ja?
Raf, wie is je doelgroep? Exact. Wat is je doelgroep? Mijn netwerk. Oké. Okay. Oh, nou, die hebben het natuurlijk allemaal niet breed. Nee, die hebben het allemaal niet breed. Zou je denken, werkelijk? Raf, crowdfunden in jouw netwerk is een beetje de lamme helpt de blinden. Vind je zelf ook niet? Het is een beetje om een ijsklontje vragen in de Sahara Desert. Jij moet het heel broodnodig buiten je netwerk gaan zoeken. Buiten maar mijn netwerk zit tenminste nog de waarde van kunst in. Oh, lieverd, maar ik zie ook hartstikke de waarde in van kunst. En dat meen ik trouwens. Als ik hier klanten over de vloer heb, dan staan die eerst een kwartier lang op die brood te geilen die ik hier aan mijn muur heb hangen. Waarom is dat? Is dat A, omdat ze denken dat die maar 5 euro kosten? Nee. Is dat B, ja, dat is het goede antwoord, zeg ik je alvast, omdat ze weten dat Jelle hier een halve ton tegen de muur kan smijten? That's marketing, baby. Ja, maar ik... En wij gaan je helpen. Ja. Fik, jij knutselt even een fatsoenlijke campagne in elkaar. Eentje waarbij het eruit ziet alsof je daadwerkelijk gedoucht hebt. En ik stuur hem rond in mijn netwerk. Ja, ja, mijn handen die jeuken, Raf. We gaan er gewoon iets moois van maken. Toch? Lekker, Fik. Top. Mooi om te horen. Raf, jij had het gedrocht nu meteen even van internet af. En dan maken wij er iets van met een beetje uitstraling. Ja? En mark my words, jongen. Mensen gaan inleggen. Want iedereen die kan zeggen dat hij in 2020... eigenhandig de kunst de hand boven het hoofd heeft gehouden. Die is fucking baas, man. Ja, that's marketing, baby. Ik zie het helemaal voor me, hoor. Chic en creatief. Ja, dat kan gewoon. Chic en creatief. Oh, godverdomme wat geld. Yes. Wennen. Het komt toch iets dichtbij. En waar ik hey, Sjors. Ja, leuk hè? Heb je die foto gezien? Ja, mooi zeezicht hè? Prachtig hè? Ja, ik heb hem net geplaatst. Hey mensen, ben ik weer. Mijn vader, die zit de hele dag op Facebook. Hij begint eigenlijk echt wel een beetje alert te worden met al de pranks die ik doe. Hij heeft echt heel veel argwaan, maar nu heb ik een goede kans. Hij heeft net hier een nieuwe foto geplaatst. En wat ik ga doen, is ik ga zijn volgers aanpassen, zijn vrienden. Hij heeft er nu 435, laten we dat eens aanpassen naar 16.786 of zo. Ja, 16.000, oké, okay, ja, oké. Okay. Hé, dat was Jos. Zo? Die had nu al die foto op Facebook gezien. Dat is snel. Grappig, hè? Ja. Ja, hij zegt wat een prachtige foto is dat. Ik ben blij met je foto. Ja. Hé? Maar, ik heb 16.786 volgers. Zo? In 3, 4, 5 minuten. Dat is mooi. Nou ja, eens even kijken wat jij hebt op je Instagram. Iets van 800 of zo. Nee, jij hebt er 3. Wat? Je hebt 3 volgers. Hoe kan dat nou? Nou Alex, weet je hoe dat kan? Ja, dat weet ik niet. Ik verlies al een tijdje volgers, maar dit is wel heel veel. Nou, dat komt, Alex, omdat ik jou geprankt heb. Nou... Ha ha ha!